een hele grote hallo alle kijkers. Wat fijn dat u weer naar ons kijkt. En wat aardige, wat lieve reacties hebben wij deze week al van u gehad. Hartstikke leuk. En vandaag is een hele, hele bijzondere dag. Weet u waarom? Marisol is jarig. Marisol Tahasi Anja. Marisol, hopi Anja Mesdabida. Pabien. Heel erg gefeliciteerd Marisol. En gefeliciteerd. Het is social distancing. Zo, ik krijg het woord nog steeds niet uit mijn keel, dat hoort u. Dus ik kan Marisol niet knuppelen, niet zoenen. En we moeten afstand houden, jammer genoeg. Dus, dan maar een handkus. Dit is George. Dit is Marisol. Ik ben Saken. En samen zijn wij deze week Duo Panotti. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigo, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigo Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Vandaag op het menu hebben we Galinha Stoba, kippenstoofschotel. Ik heb drumsticks, verse groenten. Ik word er altijd zo blij van. Als ik zo'n schaal met verse groenten zie, dan denk ik altijd zo nom 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 nom. Ik hou van verse groenten. En daar gaan we dus een Galinha Stoba van maken. Nou, we gaan beginnen met het op smaak maken van de kip. Een beetje zout. Kip heb ik natuurlijk gewassen, zoals we dat hier doen, in water, met een beetje zout en citroensap. Het was wel grappig, Marisol en ik hadden er uitgebreid over gesproken. Want als je in Nederland kookt, zijn we dat helemaal niet gewend. Dan gebruik je gewoon meteen de kip. Maar hier in Bonaire wassen we de kip altijd eerst. Nou ja, dan doe ik dat ook. Als extra smaakmaker heb ik een bouillonblokje. Je kan ook bouillonpoeder gebruiken, maar die hadden we niet. Dus dan gebruik ik een bouillonblokje en die versnipper ik als die open wil. Kleine blokjes. Eigenlijk een beetje zelf poeder van maken. Dus daarom gebruikte ik ook niet zoveel zout, want hier zit ook heel veel zout in. Maar ook nog extra andere kruiden en dat maakt het wel extra lekker. Zo, ik gebruik nu ongeveer om de kip op smaak te maken een half blokje. En de rest gebruik ik zo meteen om lekker de saus een goede smaak te geven. En ik gebruik een beetje ketchup. En dat ga ik mengen. Zo, even lekker zorgen dat alle kruiden op alle stukjes kip komen. En natuurlijk ook de ketchup. Zo. Nou, terwijl ik sta te mengen, vind ik dat de kippenpootjes een beetje te bleek blijven. Dus ik voeg nog een klein beetje ketchup toe.
dit is veel beter. En dan ga ik ze bakken. Zo, vuur eronder, onder de pan. Ik maakte net natuurlijk de kip op smaak en ik vergat één belangrijk ingrediënt. Knoflookpoeder. Zo lekker om erbij te doen. Dus dat voeg ik nu alsnog toe. Dat kan wel, want de olie moet lekker heet worden, anders worden de kippetjes niet mooi bruin. Dus dan kan ik nog even rustig mengen. Zo. Als groente heb ik vandaag selder, bleekselderij, leeks, prei, pimento, dat is paprika, cibollo, ui en wortel. En natuurlijk knoflook ook. Ik ben zonder knoflook, dat weet u. Nou, terwijl ik sta te praten, is de olie al bijna warm. Dus ik ga de kip bakken. Ruikt lekker, heerlijk. Zo, de kippetjes die heb ik dichtgeschroeid, zodat alle sappen lekker in die kip blijven. Doe je op hoog vuur. Dan voeg ik wat tomatenpasta toe. En dat bak ik even mee. Tomatenpasta is een beetje zuur. En als je het meebakt, dat haalt de zuurheid een beetje weg. Dat heet ontzuren. Nou, als u ondertussen denkt, er stijgt een vliegtuig op, de afzuigkap is aangezet. Zo, dan de verse groenten. Zo, die lekkere groenten bakken we ook even mee. Eigenlijk bijna net zover dat de leeks hun vocht loslaten, dat de prei gaar wordt eigenlijk. Want dat is de eerste groente die gaar wordt. En dat is het teken om het vocht bij de stoofpan te doen. Zo, en tot slot een beetje water om de kippetjes lekker in gaar te stoven. Ik doe dat een beetje op het oog. Ik kan niet precies zeggen hoeveel, maar dat doen we allemaal als je stoofpotmatig. Ik denk dat ik er nu ietsje te weinig nog in heb zitten, dus ik doe het nog een klein beetje bij.
Zo. En dit laten we lekker 20 minuutjes, half uurtje pruttelen. Zodat de kip helemaal gaar is. Ik heb George net al voorgesteld. Maar nogmaals, welkom George. Jij werkt bij de brandweer. Ja, ik ben werkzaam bij de brandweer. Super, super baan lijkt me dat. Echt, de laatste weken heb ik al met heel veel brandweermannen gesproken. En echt, ik ben onder de indruk van die mannen hoor. En vrouwen trouwens, wat zeg ik nu? En vrouwen. Hè, het zijn echt voor mij de helden van Bonaire. En ze kunnen nog koken ook. Ja, zeker. Maar, ja, je moet wel hè? Ja, we moeten allemaal eten hè? Precies. Hé, maar George, voor deze tijd hè, want het zijn rare tijden. We hebben natuurlijk het coronavirus wat in de wereld is. Wat zijn nou jouw tips en adviezen? Zie, mijn tips zijn voor het pueblo de Bonaire, zeker voor onze zwakke hygiëne, voor onze lava, onze man. Vooral ora bota bezig hoe comida, comida dat smaakt douche, nos turting ko komen, pero bota na kas, botigo kushina, pa mas hende, to uno ke pa nada pa se otro de nan tampoco, los nos tinku lava nos manan, ora bota nister den kushina, nister den buko koti, sempre tene bu man limpi, bu kos na rondi bu tambe limpi, i ja, kimi po bisa nos, da nos turting ko wak pa nos mes higiene, no? Seita prome lugar. Dus let op je hygiëne. Dat is wat je zegt. Was je handen vaak. Als je niest, nies in je elleboog. In je elleboog. Hè? En was weer je handen. Kom niet aan je gezicht. Blijf op afstand van elkaar. Maar dat is best wel eens moeilijk af en toe, George. Op afstand blijven. Want hoe doe je dat dan bij een snack? Ja, ook in ons takina. Ons prepara voor distancia. Maar tien horen zijn dat possibel. Ons toersa naar Bonaire, tien Lugana, voor dat. Chiquito, pero onda ni fica ku turora nos meses taban di otro. Mi prepara un tiki mas pa atrás tambe, tende mi distancia. Se turpo ayuda pa ku nos higiene y pa ku nos sobraine na riba e isla. Dus eigenlijk gewoon, als je nog niet aan de beurt bent, wacht even een stukje achteruit. Dat zeg je eigenlijk. Ja, zeker. Want als je niet naar de zijkant kan, achteruit afstand nemen is ook afstand nemen. Goeie tips. Dank je wel. Nada. Top. Televidentes, nan, ahora que nos te traen un salada de colo, pero esta salada de colo en la manera es uno nos tiene costumbre de traer. En salada de colo aquí nos te va a poner apple, cebollo, neche, racenchi, wortel. Y nos abrueco, nos te traen un dressing de yogurt, mayonnaise, vinagre, we hebben een tikje sal na smaak, een tikje peper na smaak. En toe, om een smaak te doen, we hebben honing. We hebben een broodje gekozen, dan een kolo. Een kolo is een korte, fine, fine. Tiende a chop, dan met de machine aan de chop. Dan de chop is wortel, niet wortel, een kolo. En toen raspa wortel, pone un tukuni. Mi te laga mi compañe, como se trae dressing, tu resten ku ami abrua, e costande e colo. Je dressing, ma tiene tra, sta pone yogurt, o a con cuchara. Sta pone yogurt, pone mani imitar. Ja. Se você não gosta de yogurt, vou pôr assim com maionese também. Pero diz para smaak, um smaak apart, não se põe metade yogurt, metade maionese. Também põe metade water. Para smaak nossa baixa um tiki honing,
si pone un lepel. Me sorra nos purbe, si falta más, no se pone más. Pone arriba, mira. Nos pone un tiki vinagre también. Você acha que tu vinagre qualquer que tu usa ou fupo? Eu vou usar qualquer vinagre. Se você quer usar, se você quer usar, se apple ou se natural. A gente não usa, é natural. Ok? Então, baixa um pique. Sim. Já. Nós vamos pôr um pique monster também. Cuchara, okay. Ya. Ya, ahora que no se pone smack, no se pone un tiki paper, un tiki sal. Cabo me está, si no gusta paper, bueno, te pone. Te queda nabo. Kiko va a poner este. Ya, un clapper, nos abrua todo asunto para nos purbe con el smack a bon, por lo menos brue de e colo. Tú eres ten con esta bati, tú eres ingrediente, a mí te pone ingrediente de e colo. Ahora que nos te brua, nos está comenzando a brua e wortel. Aquí nos metí tres wortel raspa. E o colo está um colo. Então, broa é apple com cebola e tem um cebola com dois apples cortados. O apple não se corta bloco e bloco. Você põe a recente na smack. Aqui está na cada ende. Se você não gostar da recente, não põe ali. Essa broa turco assunto. Estava, agora disse me recolou. Ah, é assim. Ela está tomando duche também, porque era sente azul e a apple também azul. Só que então, outro lado foi normal com nossa atrás. Sim, você está seguro. Por último, nós apone e neche. É dressing, mas por bem, o arco se sumate. Tá bom, por meu não se tire ele. Só que não tem que pedir. Tá bom, eu vou estar antes, mas falta algo. Tá querendo, não se pode entrar. Tem que amassar algo com o paper, entendi. Ok. Para que tu eres tenco paciente, eu remite la cuchara, né? Agora comitame por puro. Ya la mi purva. Sí. Ta nos pone un tiki. Tiki honi. Honi más. Sí. Ok. Suave con cuchara. No, pero es una boa biela y baja. Ni para qué que cuer.
cuchara. El líquido es bello. Ya. Ahora sí. Sí, está bien. Okay. ¿Tú también qué purbe? Sí, también purbe un tique. Okay. Vamos a comer el consumo de la birra ahora. ¿Vos sentís diferencia? Sí. Comparar que promé un. Ya, por poner ahí. Ahora usted brúa el dressing de la salada. Por si acaso, el dressing está tique. Nós temos baixo um tique maionese, mas um tique yogurt. Teoria que nós por tudo é colo dentro do dressing em si. Nós temos baixo o dressing. De como atrair a parte, morda como por broa turco, sa e sabor para mim como broa. Você se põe dentro do colo, então porta vai baixar algo de mais. Um poderia ter mais, porque isso já é broa de ensalada acaba. Mas se você trazer a parte, você tem a chance de saber se você trazer de novo ou se você põe coisa de jeito, agora vai ter um smaco a você gosta. Agora nós trazemos. Nós vamos com o dressing, está suficiente ou nós temos que trazer mais. Mas se eu não opi maionese, não pode ensalada tampouco. A ensalada me se queda riba a sua curva. Ela sale suficiente, tá? Sim, ela sale, né? Sim, sim. Não queda nem pão de seco, nem seco, nem opi moa. Estou com a cuchara com uma purba. Vou com esse smack. Vou servir a salada junto com galinha estobá, of um baca estobá. O seu arroz aqui da nabo como a pôr esta lá. Yep. As cucharas para botar no outro. Ok. Um smaak à parte, door te meten een yoghurtje en het op je vet. Hoewel een en ander aan de lijn daarmee voor komen gewoon. Dan is het worry, dan is het die peso niet nada, maar zo de meeste partij aan yoghurt. Dan heb je een douche. Smaak ook different voor een salade die kolo normaal. Normaal. Je hebt een tikje paper massa dan. Dit gaat doen een tikje smaak, maar pittig. Je bent zeker dat manier een finishing touch voor de salade. Ja. Je moet trainen manier 2 uur adelantar, ja, het turkosta para, het kan douche smaak, voor ora moet je servieren. Het is smaak douche. Así no nos traen salada de colo, aparte normal. Cornetti, racenti,
yoghurt. Es una de cosas que normal, una pone de un salario culo. Ahora nos te sirve. Y te pone de un sal. Merci. Ja. Dan heb je de celery wat je is passie bonita. Ja. Ja. Maar dan pita maar. Está presentando salada y colo. Entonces espero que te olvides de Santa Justé y Urba trae. Y ahora me topa cualquier te olvides, me voy a poner con Dushi y la Sma. Una Urba trae. Pueden cualquier marca la ganó Sata. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigo, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigo Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Dat is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Crazy. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Lekker. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigo. De Bondigo Experience. El vidente es ahora que nos trae chicken fingers, lo que nos tiene misterta, peche galinha, mi aguarte repi repi, y mi temparé, bota temparé según vos smak. Si porque bota pone sal so, si porque bota pone tempero, a mi a usa esaque, me usa badia, sazón completo. Y para panere, nos mester de. Harina de pan, huevo y panermel. De panermel, me tira un tiki paper para donde toca un smaco un tiki pica. Ahora voy a temperar. Voy a pasar por mí. Tengo harina de pan. Nossa passei para o meio de harina e pão. Agora vou passar o ovo que é panermel. É panermel, orelhaça e queira com casca. Vou passar o harina e pão para o meio. É panermel a pegar riba e galinha. Então eu não tenho casca nela. Sabroé de harina. Está passando em huevo. Por este ano com batrana, vou pôr huevo zeta quente para vou pôr asta na mão. Estou usando forque para mim não suja a mão. Se você for bem, eu vou usar uma mão para vou passar dentro
harimpan ante otro man pa bu cose ku e panermi of e bira echt un porqueria so bu man asusha e bira peke peke anto no ta turende gusta susha na man pese opi bia bu natanya turende atra chicken cutlet tra croquet que cosa so bueno na no gusta susha na man. Ela já é uma mãe que fez com um rolo, sí. Que estranho de huevo também. Sim. Sí. Sí. Querem panerme? Você sabe o dia? Agora você sabe o dia assim aqui? Na mesa com a tapa. Você também quer assim? Sim, me dá. É forte. Opo tranang, opo komenang ko, batata sa, of tibutin kwan, kwalke, reunion, kwan, kwalke asimenti ay, of on the ranch sini, opo tranang, musanang pa, musnek. Iba tra, un sauce di tartar sauce, of garlic sauce, kuni unto kunang. Akirato, saka te tra, un tartar sauce, panuspor komenang kuni. Tapasay ka kwasan, timura ko, tuwa ko e forki, a sushi de huevo. Se você me sabe que é vira tupis. É vira tupis. Para estar aqui a seco. Com a seco. A mim vai ser um tiki panerme. Tiki massa. Panerme, eu vou começar a virar tiki. Agora você passa não. Agora aqui, você está a caliente, você põe na panaça. Agora você está a caliente, já na asa, um caça bros. Põe um conche com napkin frente ou com towel. Agora que nós sacamos, e seta para correr. Agora nós põe na dentalhão, não tem seta dela. Assim é que nós checamos bem que está aqui. Tiene que nos checa bien hasta acá. Mete ponen a ribontayo. Voy poco me con sea tartar sauce of garlic sauce. Aquí da nabo. Aba atrás salsa rosada. Aquí da nabo mes a chili sauce. Aquí da nabo mes o kiko ba. Ba pone pa dip. Ninche.
algo fácil para vos hacer. Botín un pasapalo o un coches. Para el día en que tengo que ir a casa. Nos vamos a salir hoy. Nos vamos a poder echar unas cosas en el smack. Ik zeg net dat we ons chicken fingers van. Ja, en bij zulke lekkere chicken fingers hoort natuurlijk ook gewoon een lekker sausje. Wat Marisol net al zei, ik ga even een eenvoudig remouladesausje maken. De basis is mayonaise. Daar doen we bij kappertjes. Dus de kappertjes, dat zijn eigenlijk bloembolletjes. Hele kleine bloembolletjes van een plantje. Die snij ik even iets kleiner. En die gaan bij de mayonaise. Dan. Een augurk. En die snijden we ook fijn. Er ook bij. En wat ik altijd doe, is een klein scheutje van het vocht van de augurk. Dus een soort azijn met kruiden. Dat geeft altijd een hele lekkere smaak eraan. En dat gaan we mengen. En tot slot hak ik er nog wat peterselie doorheen. Nou, dat heb ik u wel eens verteld. Hoe moet je hakken? Eerst snij je de peterselie een klein beetje kapot. En dan gaan we hakken. In een V. Zo, en de peterselie, die doen we ook door de saus. Tot slot een beetje peper. Alles lekker door elkaar mengen. En we hebben een heerlijk sausje. Voor bij de chicken fingers. Ik zeg, eet smakelijk, lekker. Voor de snack pasapalo, zoals Marisol zei. Lekker snacken. Chicken fingers. Ondertussen heeft de kip lekker staan koken en is die klaar. En die gaan we ook afmaken. En cameraman, dit moet je zien als ik de deksel eraf haal. Dit is zo'n mooi zicht. Heerlijk. Kijk eens even. Dat is Galinha Stoba. Dushi dushi.
Klein beetje groen eroverheen voor het oog. En ik zeg, onze Galinha Stoba is klaar. Eet smakelijk. Dit waren de gerechten van deze week. Speciaal op de verjaardag van Marisol. En ik ga u een geheimje verklappen. Voor mij was het de eerste keer dat ik Galinha Stoba maakte. En het is best goed gelukt. Ik ben best trots. Dit was George, Marisol en Zaken. Samen waren we vandaag Duo Panotti. Hun tu nosta Duo Panotti. Ik zeg tot volgende week. De Otra Semana.